Ik heb nu al sinds 2007. Super tof dat je kijkt naar deze vlog. Dit is een praatvlog weer. En zoals je gezien hebt, gisteren vlog, praatvlog gemaakt. Maar ik zit te kijken op mijn Facebookpagina. En ik zit te kijken en ik. Ik heb nu al sinds 2013 heb ik vast contract gekregen bij mijn werk. Wat gaat de tijd ongelooflijk hard. Wat ik ook al zeggen is, in 2011 kreeg ik een vakantiebaantje aangeboden bij mijn werk waar ik nu werk. Dus totaal zit ik 9 jaar. Misschien heb ik al een keer een video over gemaakt. Zit ik al nu 9 jaar bij mijn werk. En wat gaat het hij ongelooflijk hard. Ik kan nu niet beseffen dat ik al 9 jaar daar werk. En dat ik daar begin ergens 2009 ergens of misschien nog eerder. Dat ik daar stage heb gelopen. En dat kan ik ook gelijk vertellen. Eigenlijk ben ik bij de stage voor het hele leven gebleven. Hoe zit dat in elkaar? Ik had toen een nieuwe stage te krijgen om daar te kijken hoe dat bevalt. Maar ik heb toen met mijn stagebegeleider afgesproken. Weet je, je blijft gewoon lekker hier. Hier zit je op een goede plek. En op dat moment kwam mijn moeder mee, dat weet ik ook nog. Ga eens gevraagd voor een vakantiebaantje. En toen heb ik dat gedaan. Toen ben ik van vakantiebaantje op zaterdag gaan werken. En toen 2 dagen of 3 dagen in een week een stage. Van met school erbij. En dan zaterdagavond werken. En dan weet ik nog, dan moest ik koppen vullen. En dat is echt tijd geleden dat ik dat heb gedaan. Maar wat gaat de tijd eigenlijk ongelooflijk hard. Ik kan niet beseffen dat ik al nu al zo lang daar zit. En wat dat de tijd zo hard gaat. Dus volgend jaar, in juli ergens. Wacht, kan ik gelijk even kijken. 18 juli zit ik al 10 jaar. Volgend jaar juli. Juni. Volgend jaar 18 juni zit ik al 10 jaar bij mijn werk. 10 jaar. 10 jaar alweer, wauw. Ik kan het nog steeds niet beseffen dat ik daar zo lang zit. Maar ook natuurlijk door Wayong ook te maken. Want ik, voor de mensen die niet weten, ik heb Wayong. En misschien is dat een groot punt dat ik daar een baantje heb gekregen. Ik zou het niet durven zeggen, maar het zou kunnen. Wat ik ook weet, het is een heel raar situatie. Ik weet nog, toen ik met gesprek ging met UWV, toen zei UWV tegen mij, we kunnen geen werk voor je vinden. Maar omdat ik zelf werk al had, was het weer oké. Ik had eigenlijk niet kunnen werken, om zo te zeggen. Ik was afgewezen voor werk. Maar omdat ik zelf werk had gewonnen, heb ik wel werk. Maar dan ga ik denken, hoe kan dat? Dan heb ik gevoel, maar laat jullie mening maar ook weten in de reactie, dat eigenlijk mensen met beperking naar beneden worden gedrukt. Van dat ze niks kunnen. Tenminste, zo komt bij mij over in ieder geval. Maar misschien is dat niet zo, maar zo komt het wel op neer, vind ik. Maar laat weten jullie wat jullie in de reactie, wat jullie ervan vinden. En ik ben wel benieuwd naar wat jullie reacties zijn. En wat ik eigenlijk ook wel gezegd is, dus dat was het verhaal wat ik even wil kwijt wou. Dus vonden jullie deze video vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je binnen abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers hier, groen heel vlieg. Vlog om 1 uur en zeg ik hierbij laters. En we zitten in deze periode, maar de versoepelingen worden minder. Dus wat ik eigenlijk benieuwd naar ben, is gaan jullie op vakantie? En gaan jullie op vakantie? Blijf je in Nederland? Of gaan jullie naar het buitenland? Ben ik heel erg benieuwd naar.